Goedenavond allemaal, welkom bij een nieuwe video. Vandaag heb ik een hele leuke video voor jullie. Het is een vlog en ik vertrek over een paar uurtjes naar Duitsland, naar Düsseldorf en daar heb ik een vlucht naar Parijs. En vanaf Parijs vliegen we door naar Los Angeles. Voor 2 weken gaan we gewoon op vakantie, ga ik met een paar vriendinnen van mij. Echt super veel zin in. Ik heb echt een half jaar lang hiernaar uitgekeken. En het is eindelijk zover. En ik vind het nog steeds een beetje raar te beseffen dat ik over een paar uur daarheen ga. Maar heel vet. Het is nu 11:00 s'avonds. Ik heb mijn spullen net helemaal ingepakt. Mijn koffers staan helemaal klaar. En ik ben eigenlijk ready to go. Nog een paar uur slapen. Denk dat ik 4 uurtjes kan slapen. Zoiets. Ik hoop dat ik nog goed kan slapen. En dan... Goedemiddag is het inmiddels. We zijn nu in Parijs. We zijn op de luchthaven Parijs. Zo is het cool. En nu zit ik al 1,5 uur of zo te wachten op onze volgende vlucht naar Los Angeles. Zo is het wel eens voor jullie. En het viel eigenlijk wel even mee, want de vlucht duurde eigenlijk maar 40 minuten. We hadden een klein beetje vertraging, maar voor de rest eigenlijk niks. En we waren eigenlijk zo weer door de spuurtje heen in Parijs. Ik moest alleen even paspoortcontrole te doen. En dat was het eigenlijk al. En nu is het nog een half uurtje wachten. En dan gaan we boarden voor onze volgende vlucht. En dan door naar LA. Dat vind ik te saai hoor. Nou, deze wil ik wel. Volgens mij van die. Cheers heb ik altijd nog proberen. Hey, je hebt 2 soorten cheers: honey en oat. Dit zijn honey loops of honey. Wat zijn het? Honey loops. Ik vond deze was gezond. Hè? Oh, dit is eigenlijk wel een beetje food loops. Nee,
We are walking at which street? We don't know the street's name. Uh-oh. Oh dear. Okay. Dus, wat is de stand van zaken? Wij lopen nu naar de Grove, right? Yes, that's right. Yes, that's right. So we are walking towards the Grove to go shopping. Yeah. Oh nee. Kom, we zijn in Amerika. Like we're American proud. Nee, maar we gaan dus naar de Grove. En dan gaan we niet shoppen waarschijnlijk, want dat gaan we niet doen. Maar we zijn dus nu ongeveer denk ik een wandeling aan het maken. Dat is waar. Maar we zijn dus aan het lopen. En hoe loopt deze wandeling, Sjil? 10 minuutjes. 10 minuutjes, 40 minuten. Maar we zijn in de lee, dus het maakt niet uit. Ik bedoel, ik heb wel echt jeuk overal plekken van het zweet. Maar, maakt niet uit hè, want we zijn in de lee. Wat? Ik kan echt niet met jou volgen. Vind je wel lit? Ze moet even afkoelen. Maar maar we gaan dus nu naar de Grove. Gaan we even kijken. En dat was dus ongeveer 1:30 te lopen. En zodra we daar klaar zijn met weet ik wat we gaan doen, dan pakken we een Uber. En dan gaan we naar Beverly Hills. Want ja, waarom ook niet? En dan gaan we even de toeristen hangen. En we hebben nog verder niet een plan of zo. We gaan even wat eten. En dan komen vanavond Quinty en Milo weer aan. Dus helemaal toppie. Oh,
with a dream, my cardigan. Welcome to the land of fame, access. Am I gonna fit in? Jumped in the cab, here I am for the first time. Look to my right and I see the Hollywood sign. This is all so crazy. Everybody seems so famous. My tummy's turning and I'm feeling kinda homesick. Too much pressure and I'm nervous. Dus het is inderdaad echt gewoon die Phoenix 11 hier. Ik weet niet hoe warm het is, maar volgens mij 18 tot 19 graden. Maar we zijn strijders, want wij willen per se tot bij de letters komen. Ze moeten erachter, je ziet ze boven mij. En nou, we hebben het er gewoon voor over. Het is ongeveer 10 minuten lopen vanaf waar we ochtend zijn door de Uber. Dus het valt wel mee, maar het is wel een beetje... Ja, het is 10 minuten of zo, maar omdat je gewoon een hele hoge heuvel moet. En het is gewoon zo warm hier. Maar we hebben water bij, dus we gaan als het goed is nog niet dood. Kater, wat is de situatie? Ik wil er niet over praten. Oké, dus we hebben dus het verkeerde pad gekozen, ja, alweer. Ja, komt dat, godverdomme. Ja, oké, het kan misschien een beetje door mij. Kut, Evie, echt. Je moet gewoon doen. Ik ga gewoon weg. Oké, ik ga het even uitleggen. Goed, we wilden naar het Hollywood zijn, maar dan echt achter de letters. Dus we hebben een Uber gepakt en die heeft ons afgezet. En dan stond via mijn Google Maps app van ja, nog 10 minuten lopen. Ik denk prima, weet je. 10 minuten lopen, maakt niet uit. Dat is niet echt veel, dus doen we even. Nou, toen hebben we de eerste keer al een pad gekozen. Want Kaat, dat was jouw fout. Want toen dacht ik, Kaat, we moeten hier stel naar boven. Nou, dat pad was, ik weet niet hoe stil, maar Kaat zei, nee, dat komt zo goed, joh. Dat is gewoon een goede pad. Dus ik denk, oké. Hebben we dat pad gekozen?
op een gegeven moment nog in Honey, is halverwege op die berg. Toen dachten we, oké, dit is echt niet het goede pad, dus we moeten echt terug. Nou, dat was ook al een hele klus, want iedereen, we waren bijna onze dood tegemoet gevallen daar. Maar goed, toen waren we dus beneden. Toen hebben we het aan iemand gevraagd. Toen zijn we weer het verkeerde pad op gegaan. En toen vervolgens ging het gewoon aan van iemand vragen van ja, welke kant moet er dan op? Zegt hij ja, moet hij naar beneden en dan naar links. Dus ik zeg oké. En toen zei hij dus van ja, maar met dat water ga je het niet redden. Dus toen denk ik oké. Dus wij hadden water gekocht voor extra. Nou, wij denken prima, gaan we weer opnieuw. En nu zijn we weer verkeerd lopen voor de vierde keer of zo. Maar gaan we opgeven, Kaat? Nee. Nee, dus we gaan nu. Hollywood. Dus waarschijnlijk hebben we er uiteindelijk iets van 4 uur over gedaan. Waarschijnlijk moeten we 4 uur nog lopen inderdaad. Maar ja. Ja. Aan de andere kant, we hebben nog steeds wat water. Kaat is een beetje van het padje af. Geef mij maar weer de schuld. Oké, dit was echt mijn schuld. Ik geef het toe. Maar die andere was Kaat's schuld. En die andere was ook Kaat's schuld. Nee, schild. Die man heeft het gewoon uitgelokken als we moeten lopen. En jij gaat het weer anders doen. Terwijl ik zeg, we moeten daarheen. Nee, we moeten naar beneden. Ik zeg, we moeten nog naar boven om de Hollywood site te zien. Volgens mij is dat gewoon de plek waar maar, we kijk, lopen. We hebben wel echt een heel mooi uitzicht. Kijk, daar is de plek. Dat is die ene ding wat je ook gewoon aan het gaat. Oh ja, we hebben trouwens een hele goede buis gevonden voor dieren denk ik. Oei! We zijn terug in de bewoonde wereld, maar ander probleem nu, we hebben geen bereik. Dus we kunnen geen Uber bellen, we kunnen dus nog niet naar huis, dus we moeten nu letterlijk. Dan ben ik heel dit stuk aan het uitlopen, tot we weer in een normaal stuk wereld zijn, waar we bereik hebben. En pas dan kunnen we een Uber bestellen. We hebben oprecht vandaag hoeveel kilometer gelopen? 13 of zo? 150. Ja, zo voelt het wel, ja. Echt niet normaal, onze benen kunnen niet meer en we hebben echt gewoon al 4 uur lang dat we in een fucking bereikloze zooi zitten, dus ja. Kaat is echt heel laag op dit moment. Echt niet, ik ben gewoon Nederlands, jij bent kaas. En het is echt zoveel. Ik krijg het niet op. Ik krijg het een milkshake. Ook vullend. En dan krijg ik gewoon letterlijk gewoon dit bij. En als het dan bij mijn twins, ik heb het maar erop in gedaan. Maar dus als je erbij gewoon niet vindt, dat is gewoon. Het is gewoon echt een heel veel als meer. Ja. Je zit er nog bij doen, dan laat ik het gewoon heel dit. Ja. Oké, laatste dagje alleen. Hoe voelt het nou? Kut. Idee. Goed idee. Echt, hè? Kaat. Ik wil niet meer. Nu kunnen we onze vlucht niet eens meer missen, want we zijn al op de vlucht gekomen. Ja. We kunnen het nog missen, maar... Ja. Mohammed. 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 Mohammed.
Hey, je vriendje wordt omgeroepen, Kaat. Mohammed, ga naar je gate, jongen. Anders mis je jouw vliegtuig. Vliegtuigje. En dan kan je niet mee naar Nederland. Nee, hij moet naar Turkije. Naar Marokko. Halaga. Hoe? Mohammed, ga naar je gate. Nu het nog kan. Nu. Sorry. Nee. Kaat is een beetje van de apropos. En Kaat, wat voel je er nou van, hè? Wat voel je er nou van? Cool. Voel je het cool? Ja. Wanneer gingen we nou terug, Kaat? We gaan nu terug. We gaan nu meteen terug. Okay. Ja, om 4:15. En ik kom, hoe laat is mijn moeder ook weer? 4:50. 10:05. May I have your attention, please? All travelers, if any unknown person attempts to give you any item, including luggage. Keep up. They ask if it's my birthday. Say what we celebrate.